Ik ben Pieter Martens. Mijn partij is Os Partij. Mijn belangrijkste standpunt is dat ik meer aandacht wil vragen voor de 30-jarige vrijgezel. In de Kempen ook wel bekend als Os of Geit. Pieter kwam niet zelf op het idee om een eigen partij op te richten. Zijn vrienden lieten hem voor de grap enkele partijpunten opstellen en gaven hem dan uiteindelijk een partijcadeau. Iedereen die een 30-jarige Os of Geit kent en die mensen hard onder de riem wilt steken, daar richt ik mij op, dat is mijn kiespubliek. Het is een lolploeg, maar het moest met de regels van de echte partijen. Omringd door zijn campagneteam zet Pieter alvast één van de 9 partijpunten in de verf. Ik vind dat iedereen of elke dertiger, als ik verkozen word tenminste, 1 dag aan de schoolpoort moet staan met dit bordje van ik ben 30. Om zo een beetje de jeugd te sensibiliseren en de mensen die langs de school rijden om die toch een beetje rustiger te laten rijden. Dus ik word 30 jaar en ik heb geen vrouw. Maar ik vind dus, want ik kom ook met de verkiezing, ja mevrouw, helaas. Pieter is momenteel nog vrijgezel en hoopt via zijn politieke loopbaan een vriendinnetje te scoren. En hij wil andere ossen daar ook bij helpen. Goed, opgewarmd dan? Heel zeker, ik leef er. We gaan al eens oefenen vandaag. Je weet, een van mijn punten is, is de Coopertest. 12 minuten zo ver mogelijk lopen. Dat wordt vanaf nu elke maand georganiseerd op de 30ste van de maand voor alle 30-jarige vrijgezellen. 3, 2, 1, ja! De 5 beste komen met een foto op de website van de gemeente Mol. Een extra motivatie om te doen. Pieter amuseert zich nu, maar wat als hij nu effectief verkozen wordt? Het gaat zelfs zover dat er mensen mij aanspreken en als ze zeggen van kijk, stel dat je op de WIP zit. Kent u dat de WIP zit? Dat wil zeggen dat er een coalitie is die nog 1 zetel nodig heeft. Ah wel, zeg ik dan. Als ik op de WIP zit, dan kom ik net van de schuif af en dan ga ik straks nog even schommelen. En dat illustreert alvast hoe ambitieus Pieter wel is. Natuurlijk is dit 1 grote grap. Maar het is wel effectief een lijst, dus mensen kunnen daar wel op stemmen, maar wij rekenen erop dat de kiezer... Of we mikken eigenlijk meer op de lach van de kiezer dan zijn stem.